Goedenavond, het is zondag 17 juli en dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Een week vakantie voor een groep jonge statushouders. Jongeren die gevlucht zijn naar Nederland en een verblijfsvergunning hebben gekregen. De vakantieweek in Burghaamstede heeft meerdere doelen. Inburgeren, je thuis gaan voelen en natuurlijk ook ontspanning. Dat begon met een dagje strand waar ze kennis maakten met het onderwaterleven in Zeeland. Ik denk, ja, kijk, kijk, die krab, kijk, kleine. Ja, hier kleine krab. In deze week wordt ook gefocust op wat de mannen in de toekomst willen bereiken. En de meesten hebben hier al een goed beeld van. Verpleegkundige. Ik vind dat leuk voor mij. Ik wil tandarts. Ja, ik hoop dat. En dit is mijn droom. Wanneer ik was jong. Terwijl de hoofdactiviteit vandaag vissen was, lag de belangstelling toch ergens anders. Ja, zwemmen vandaag is goed. En dus doken de mannen de zee in. Maar niet iedereen was enthousiast. Ik ben bang voor water. Oh, oh. Oké, ik ga proberen. De zevendaagse vakantie is een proefproject. Gehoopt wordt het ook landelijk te gaan organiseren. Gert-Jan Nieuwekamp uit Middelburg zwemt vandaag Walcheren rond. Hij is om 5 uur vanochtend gestart in Vlissingen en zwemt in totaal zo'n 50 kilometer. Het gaat eigenlijk heel goed. Ja, we hebben de 5,5 uur op zitten nu en we zitten helemaal op schema. Zoals we het van tevoren gedacht hadden. En ja, het mooiste zwemweer wat je kan wensen. Rond 10 uur vanochtend maakt de zwemmer bij de Veerse Gaddam de oversteek van het Veerse Meer naar de Noordzee. Nieuwekamp moet snel weer door. Hij zwemt Walcheren niet alleen rond voor de prestatie, maar vooral om geld op te halen voor KWF kankerbestrijding. Een van zijn zwemvrienden is ernstig ziek. Het leeft echt enorm binnen de zwemmersgroep. En iemand die heel erg ziek is geworden. En ja, hij had echt zoiets van, ik knok een dagje met je mee. U staat er naar te kijken. Wat vindt u van deze prestatie? Ja, ik ben echt super trots. Ik vind het echt heel knap van hem. Denk je dat hij het gaat halen? Ja, tuurlijk. Dat haalt hij wel hoor. En zo'n Sverre heeft gelijk gekregen, want aan het eind van de middag komt Gert-Jan aan in Vlissingen. Na een zwemtocht van zo'n 12 uur. Ja, het ging fantastisch. Ja, het was een topdag met heel mooi weer en goede zwemmers om me heen. Dus ja, alles ging gewoon goed. Ja, ik ben blij dat ik er ben. Er is een grote kans dat de eenzaamheid van de bronzen boerin op het kerkplein in Biggekerke verleden tijd wordt. De organisatie van de Biggekerkse Dag wil de opbrengst van dit jaar inzetten om een bronzen boer aan te schaffen. Er hoort eigenlijk ook een man bij. En ja, dat is er nooit van gekomen. Dus we willen ons toch inzetten dat er toch ook een Walcherse boer naast de boerin komt. Het boerenstandbeeld wordt ook een beetje een monument voor de Biggekerkse Dag. Want door gebrek aan nieuw bloed in de organisatie is vorige week waarschijnlijk de laatste Biggekerkse Dag gehouden. Die leverde in ieder geval wel een hoop geld op voor de aanschaf van het beeld. Ja, we hadden aan het eind van de dag ruim 10.000 euro bruto opgehaald. Dat is een behoorlijk eerste aanzet. Daarnaast komen iedere keer dag nog giften binnen. Dus het kruipt naar boven. Maar er gaan nog wat kosten af. Dus wat dat betreft hebben we een mooie aanzet. Toch moet er nog een hoop geld bij. Van Keulen denkt dat het opheffen van de eenzaamheid van de bronzen boerin in totaal zo'n 20.000 euro gaat kosten. De uit Zierikzee afkomstige Anne Terpstra heeft voor de tweede keer in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd mountainbike gewonnen. In Andorra, waar de omstandigheden zwaar waren. Maar Terpstra reed van begin tot eind aan de leiding en was uiteindelijk een minuut sneller dan de nummer 2. In de stand om de wereldbeker stijgt Terpstra van de 4e naar de 2e plaats in het tussenklassement. De wielerwedstrijd Omloop van de Braakman is gewonnen door oud-prof Nick van der Lijken, afkomstig uit Middelburg. Van der Lijken was de sterkste na een wedstrijd over 144 kilometer in en rond Filipijnen. Op de tweede plaats eindigt Björn Bakker van cyclingteam John Deere en derde wordt Roy Hogendoren van Willebrord Wil Vooruit. Winnaar van der Lijken is op 30-jarige leeftijd bezig aan een comeback en in zijn tweede wedstrijd is het gelijk prijs. Ja, dat is natuurlijk wel lekker. Dat doe je het weer voor, hè? Anderhalf maandje trainen, toch wel goed gedaan dan, hè? 9 maanden geleden kondigde Van der Lijken zijn afscheid aan, want hij wilde gaan werken aan zijn maatschappelijke carrière. Maar door veranderende omstandigheden is hij toch weer op de fiets gekropen. En in de omloop van de Braakman laat hij zien dat hij het nog altijd kan.
Dit is een kopgroep van 6 renners op de kasseistrook van de Smokkelweg. Van der Lijken rijdt in de achtervolgende groep. Hij rijdt hier in het midden van het beeld in het wit lichtblauwe shirt van wielervereniging Theo Middelkamp uit Goes. Van der Lijken maakt samen met een andere renner uiteindelijk de sprong naar de kopgroep. En met nog 15 kilometer te gaan bepaalt Van der Lijken hier het tempo vooraan. In de slotkilometer springt hij weg en wint hij de wedstrijd als oud-prof tussen de amateurs. Dat is nog wel even een beetje wennen, want ik weet ook niet echt wie de goede mannen in dit peloton zijn en zo. Dus ik dacht, ja, dan moet je maar gewoon proberen van je eigen kracht uit te gaan. En dat ging wel lekker. Van der Lijken zegt voor volgend seizoen ook al een ploeg te hebben, maar hij wil de naam van het team nog niet bekendmaken. Het beloofde vandaag een prachtige dag te worden. Kijk maar eens naar deze mooie foto uit Middelburg tijdens zonsopkomst. Hoe mooi was dit? En dat was ook bijna bladstil vandaag. En er waren maar weinig wolken, dus een blauwe lucht en flinke zonnige perioden. De maximumtemperaturen liepen daarbij op naar 26 tot 28 graden en de wind was zwak uit een oostelijke richting. Vanavond liggen de minimumtemperaturen rond 15 à 16 graden met vrijwel helder weer. En morgen wordt het dan ook weer snel warm en tropisch met maximumtemperaturen van 32 tot 35 graden. En de zon die schijnt volop. Dinsdag wordt dan de warmste dag van de week met gemiddeld 38 à 39 graden. Lokaal kan het misschien wel 40 graden worden en er zijn ook enkele hitterecords mogelijk. Het wordt waarschijnlijk in de avond of nacht afgesloten met een enkele onweersbui. En ook woensdag krijgen we te maken met enkele onweersbuien en zal het minder warm worden met maxima rond 25 graden. En ook donderdag is het dan weer een stuk koeler met maximaal 22 graden, zonnig weer en een matige noordwestenwind. En tot zover, nog een fijne avond en graag tot morgen.